Ik sta hier bij basisschool De Waterlelie in Winschoten. En voor de deur staat een hele grote muziekbus. Die doet een tour door het Oldambt. En vanmorgen doet hij dus De Waterlelie aan. En wij nemen een kijkje. De muziekbus die stopt hier straks voor De Waterlelie. Wat doet dat met zo'n school? Nou ja, dat geeft natuurlijk wel een stukje spanning. Want hoe ziet die muziekbus eruit? Dat weten wij allemaal niet. We weten een heel klein beetje wat er gaat gebeuren. Ook in de muziekbus. Maar voor het grootste deel blijft het toch wel een beetje een verrassing nog. En nou op dat babyklarinet. Het leren kennen met muziek en instrumenten, begreep ik. Er zijn diverse groepen. Hoe ga je dat doen? Hoe is die indeling? Nou, er is een deel die krijgt hier gewoon op school les. Groep 3 en 4 die krijgen les van een klarinetensemble. Groep 5 en 6 gaat in de muziekbus. Dus dat is spannend, want hoe ziet die eruit en wat gaan ze daar allemaal doen? En groep 7 en 8 die gaan djembe spelen. Dus dat wordt ook vast heel erg leuk. Zijn de kinderen ook zenuwachtig? Nou, dat denk ik wel, maar een groot deel die verheugt zich gewoon enorm en die gaan denk ik heel veel plezier hebben vandaag. Waar staat de basisschool De Waterlelie voor? Nou, wij zeggen altijd op De Waterlelie willen we kinderen laten bloeien en met voldoende drijfkracht de wijde wereld insturen. We hopen dat we ze hier zoveel stevige basis mee kunnen geven, zodat ze zich straks heel goed kunnen redden als ze de wijde wereld in gaan.